Hem voor een weekend. Het is 7:45. Het is tijd voor de Dilemma Plus nu. Okay, jou erin. Voor het altijd 7:45. Ja, precies. Okay. Iedere week. Dit is een mooie roze emmer. En daar zitten allemaal vragen in. Dat kunnen dilemma's zijn. Maar dat kunnen ook een soort van doendurf of de waarheidachtige opdrachten zijn. En Imke, omdat jij vandaag te gast bent, krijg jij de eer om te beginnen. Ik geef deze even aan Rick en dan mag je hem doorgeven. Yes, dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik ga vast grabbelen. Je had nog geen opdrachten de vorige keer toen je hier was, hè? Nee, die heeft nog niemand gehad, de opdrachten. Oh, dus, dan heb je dadelijk ineens heel veel opdrachten. Oké. Heb je er één? Ben je ooit verliefd geweest op de partner van je vriend of vriendin en wist iemand ervan? Nee, ik ben nooit verliefd geweest. Maar je vond iemand wel aantrekkelijk, als ik het zo hoor? Ja, tuurlijk. Ja? Als wel eens een vriendin van mij of zo'n vriend heeft, ja, dat ik wel denk, nou. Nou, dan ben ik wel een beschuitje mee. Goed gekeurd. Ja, zeker. Ja. En heb je daar nooit een dubbele lading aan weten te willen te geven of zo? Nee. Kunnen jullie nog wat hulp gebruiken? Ja. Ja. Nee, maar jullie dan? Zijn jullie wel eens... Nee, de vraag was aan jou, hè? Ja. Ik heb zo meteen mijn eigen kaartje. Oh, gaan we het zo doen? Oké. Maar het lijkt me ook wel heel erg smerig of zo. Dat je dan echt daar verliefd op wordt of zo. Ja, dat wat lijkt ga me je dan een doen? Beetje wat denk je dan? Ja. Ja, precies. Wat ga je er inderdaad mee doen? Want ja, je gevoel kun je natuurlijk ook weer niet... Je moet het wegstoppen. Meer kun je niet echt doen. Of je wordt de vriendschap beëindigt straks een keertje. Dat kan natuurlijk ook, hè? Precies. Maar ja, op zich gewoon de vriendjes van mijn vriendinnen... die mag ik echt wel aantrekkelijk vinden. Je mag dat ook van jouw vriendinnen, ja? Tuurlijk. Okay. Ik zou het ook leuk vinden als ik een vriend heb en dat mijn vriendinnen hem aantrekkelijk vinden. Zou het toch ook jammer zijn dat ze dat niet vinden? Nou, dat is ook... Alles kan kapot, toch? Alles kan kapot, ook dat. Wil jij nu of... Ik geef hem door. Geef hem maar aan Rick. Oh. Rick mag nu. Jee. Ik ga even blind schabbelen. Ja. Zo kan ik hier leuk voor de verandering. Ja. Oh god, oké. Ik hoop een doen. Nou, wat flauw dit. Wat is dat dan? In het kader van Random Dancing, wat we deze week even niet hadden. Dans één minuut zonder muziek. Oh ja, leuk. Oh nou, yes. Dat is ook leuk voor op de radio natuurlijk. Klopt. Maar zorg ervoor dat het wel wat geluid maakt dan. Muziek is weg. Oh, gaan we het zo doen. Take it away. Maar één minuut... Nee, dat doen we gewoon wat korter. Met zang. Doe maar gewoon. Nee, doe maar wat. Doe maar wat. Hey. Ja. Hey. Auw. Nou, dat vind ik wel genoeg. Maar is goed gekeurd. Wow. Yes. Nou, dan gaat jij weer heel groot jouw kant op. Hoe voel je je? Hij was wel top. Nou, ik heb een keer een opdracht gedaan. Dat is ook wel leuk. Dat is waar. Dat is zeker waar. Ga jij dat ook doen nu? Ik heb geen idee. Oké, nee. Oh. Het is een vraag. Wat is de hoogste boete die je ooit hebt gehad en waarvoor? Ik heb niet zo heel veel boetes gehad, moet ik zeggen. Ik ben altijd heel voorzichtig. Ik heb wel een keer in de eerste klas gereisd van de trein zonder eerste klaskaartje. Oh ja! Ja. Oh, sorry. Oh. Was jij daarbij? Nee, ik was er niet bij. Oh. Nou ja, dat was ook heel flauw, want ik doe dat namelijk nooit. Er zei een keer iemand tegen mij van, ja, kom op, die trein is zo druk. We gaan even in de eerste klas zitten. Dat doe ik iedere dag. Toen dacht ik van, nou ja, oké, weet je wel, voor deze ene keer. Ja, toen werden we dus gecontroleerd. En dat was 50 euro boete bovenop de ritprijzen. Dus, ik deed dat inderdaad ook toen iedere dag 8 uur de trein van Wiegen naar Nijmegen. Ik dacht, ja, het is zo druk. Ik ga eerste klas. Ja, nou ja, soms mag het ook, maar daar trapten ze niet in toen ik dat zei. Dus, ik heb een keer een soort gelijks meegemaakt. Oh. Dat was vroeger, toen woonde ik in Zetten. Klein dorpje in Overbetuwe. Ja. En daar rijdt niet de NS, maar daar rijdt Arriva. Ja. En dat was eerst Sintus of zoiets, weet ik veel. In ieder geval, dat treintje dat werd nooit gecontroleerd. Nooit. En echt iedereen die daar dagelijks in zat, niemand kocht een kaartje, zeg maar. Dat was nog voor de overchipkaart tijdperk. Ja. Kaartje kopen zo. Niemand kocht een kaartje. En op een gegeven moment was er een dag. Ik zat in een trein zonder kaartje, want ja, boeien. Ja. En toen werden we wel gecontroleerd. Ja, dat is zo zuur. Maar ja, dan heb je de kaartjes er wel uit. Als je nooit een kaartje hebt gekocht, dat is prima dan. Dat was eigenlijk de clue van mijn hele verhaal. Dankjewel voor de verklappen. Oh. Ook de boete was nog relatief laag. Ik geloof uit mijn hoofd iets van 40 euro. Ja. Los nog van de ritprijs. Het was echt alleen maar de boete. Ja. En toen dacht ik van, ja, maar 40 euro, hallo. Ik heb echt zeker een jaar gewoon niks gekocht. Precies. Daar heb ik echt al lang uit. Ja. En dat is het. Ja. En het leukste was ook nog van... Ze zei van, ja, en je moet er de volgende halte uit. En het leuke daarvan vond ik, dat zeg maar degene daar die... Daar moest je ook zijn. Ja, ik moest daar en zijn. Okay. Maar degene die mij de boete uitschreef, die moest ook mee uitstappen, want die was nog niet klaar. Ja.
Dus die is ook uitgestapt. Maar die moest toen in de wind, in de kou, gaan wachten tot de volgende trein kwam om weer verder te gaan. En daar rijdt de trein maar één keer per uur. Dus die heeft een uur in de kou gestaan om mij die boete te kunnen geven. En ik kon gewoon naar huis. Ja, dat vond ik wel mooi. Ja, zeker. Nou, tegenwoordig heb je een loophole. Hè. Je kunt tegenwoordig op de NS-app treinkaartjes kopen. En die kun je niet inchecken. Niet op alle bronzen in ieder geval. Dus als je dan ziet dat er iemand instapt van een conducteur of zo. En je denkt van ja, hey, maar ik heb geen kaartje gekocht. Dan kun je het nog even snel doen. Ja, aan de andere kant. Ik bedoel, het verhaal dat ik net vertelde. Toen was ik nog een pubertje, zullen we maar zeggen. Dus ja. Om het daar maar mee af te dekken. En tegenwoordig met die overchipkaarten. Ja, je betaalt echt alleen maar voor wat je reist natuurlijk. Ja. Ja, zo duur is het nou ook weer niet. Nee, zeker. We zijn volwassen geworden. We kopen gewoon keurig een kaartje. Wat verstandig, Rick. Ja, toch? Imke, heb jij nog ooit een hele dure boete gehad? Ja, dat was wel even shit. Want toen had ik dus ergens geparkeerd waar ik niet mocht parkeren. En toen kwam ik dus aanlopen. En toen kwam er dus net ook even iemand aanlopen die mij een boete ging geven. Ja. Ja, en toen was ik ook echt wel even iemand die dan ging zeggen... Ja, is niet eerlijk. En later dacht ik, ja, het was gewoon wel eerlijk. Maar hoe duur was het? Vond het gewoon kut. Ja, ik dacht, ja, hoe kan je dit nou maken? Ja, hoe duur is dat dan? Ja, het was best wel... Ik weet het niet meer precies. Parkeerboete, 90 euro of ja, zo? Ja. Maar ik heb wel vaker een boete gehad. Ook een keertje dat ik te hard reed. Ja. En toen... maar dat was ook een flinke boete, want die was volgens mij... Ja, was een flinke boete, ik weet niet meer precies wat. Maar toen werd dat niet snel genoeg verwerkt. Dus toen werd hij ingetrokken. Oh. Ja. Naar. Super. Nou, zometeen met piepende wandjes weer naar huis, hè, voor die avondklok. Ja. Om sneeuwengelen te maken. Nou, wij gaan van high speed naar high hopes. Dit is Panic at the Disco bij Him op RNZ. Wil jij nou meer of minder flamingo's? Meer. Ik wou net zeggen. Liken, abonneren en gewoon even delen. Dat is het enige wat je hoeft te doen.